Mijn naam is Khadija Bijl en ik werk 32 uur per week. Mijn werkzaamheden bestaan uit het maken van afspraken voor bijna alle polies hier in het ziekenhuis. Voor patiënten die bellen. Ik werk dagelijks 8 uur met de computer en de muis. Ik had heel veel last van schouderklachten. En de oplossing die ik daarvoor heb gezocht, dat was bureau hooglaag, stoel anders instellen, noem maar op. Maar niks hielp. De aanleiding om het om te gaan nadenken over een andere manier van werken voor de mensen van de afdeling was dat bekend is dat als mensen langdurig in dezelfde houding zitten, bijvoorbeeld achter een telefoon of computer, dat het klachten kan geven. Dus ik ben gaan nakijken welke mogelijkheden zijn er en kwam bij de mousetrapper terecht. Ik was vrij snel gewend aan de mousetrapper. Het heeft me een paar uurtjes gekost. Maar als je eenmaal de overstap hebt gemaakt van de gewone muis naar de mousetrapper, dan wil je niet meer anders. Mensen moeten langer doorwerken en ik wil dat graag met gezonde mensen doen. De grootste voordelen van het werken met de mousetrapper is voor mij dat mijn schouderklachten nagenoeg verdwenen zijn. Doordat ik nu een andere houding heb achter het bureau. Ik heb het idee dat ik sinds ik met de mousetrapper werk, sneller werk. De effecten bij de mensen die de mousetrapper gebruiken, die merk ik aan de motivatie. Mensen vinden het fijn dat er naar ze geluisterd wordt. Dat bepaalde klachten die ze hebben serieus genomen worden. En ja, dat komt iedereen ten goede. Als je pijnklachten verdwijnen, ja, dat zegt al genoeg.